Ik doe onderzoek naar depressie en dat is een psychische stoornis die ontzettend veel voorkomt. Vaak hebben mensen een tijd last van zo'n depressie en daarna gaat het weer goed met ze. En ik doe onderzoek naar hoe komt het, als mensen zich weer goed voelen, hoe het dan toch komt dat ze zo kwetsbaar zijn voor nog een nieuwe depressieve periode. Want als je eenmaal depressief bent geweest, dan ligt zo'n nieuwe depressie op de loer. Ik bestudeer nu een aantal therapieën waarvan we denken, nou, dat kan wel eens zin hebben om je te wapenen tegen een nieuwe depressie. En ik probeer dan te kijken, wat verandert er nou in hoe het brein omgaat met informatie? En kunnen we eigenlijk ook al voorspellen welke therapie zinnig voor je is? Zo'n depressie is vaak niet iets eenmaligs. En juist als al die symptomen er niet zijn, is er blijkbaar toch nog iets wat jou zo kwetsbaar maakt om, wanneer je goed functioneert, eigenlijk echt weer onderuit te liggen. En ik wil begrijpen, wat maakt nou dat je zo kan switchen naar zo'n toestand, maar hoe kom je daar ook weer uit? En vanuit mijn fascinatie voor het brein komt dan dat ik wil weten welke rol dat brein speelt. Goede wetenschap is dat je een heldere vraag formuleert en voor die vraag je onderzoek zo inricht dat als je het uitgevoerd hebt, je met die gegevens ook antwoord op alleen die vraag kunt geven. En dat je daarbij zorgt dat je geen oogkleppen op hebt voor een bepaalde bevinding. Maar dat je ook kritisch naar je eigen methode kunt zijn en die ook later weer aan kunt passen. Dus in die zin is het proces wat ook nooit af is. Maar je zegt iets over een bepaalde vraag en dat werkt dan weer nieuwe vragen op. En die ga je vervolgens weer onderzoeken. En mogelijk moet je jezelf dan ook wel eens tegen kunnen spreken. Mijn bijdrage aan de jonge academie zou zijn dat ik meer wil laten zien over wat wetenschappelijk vakmanschap is. Ik denk dat vakmanschap iets is wat iedereen inspireert. En ik denk ook dat als we kunnen laten zien hoe wetenschap werkt, dat mensen dat fascinerend vinden en dat ze daar ook veel respect voor op kunnen brengen. Wetenschap, en zeker de moderne wetenschap, is zelden de wetenschap van één mens, maar van een groep specialisten samen. Dat we kunnen zien wat iedereen bijdraagt en dat ook niemand gemist kan worden. En dat je echt samen tot die nieuwe bevindingen komt. En niet die ene professor vooraan, maar ook alle andere technici in het lab of alle andere jonge onderzoekers die allemaal een belangrijke rol spelen. Ik hoop dat het toch een keer zo komt dat de methoden uit mijn vakgebied gebruikt worden om wanneer iemand voor het eerst depressief is of het liefst nog daarvoor, dat we kunnen zeggen, hier zit een kwetsbaarheid voor jou, probeer dat wat te trainen en dan blijf je hopelijk een hoop leed bespaard.